Nu eerste BTW-verhoging. 1 oktober komt dichtbij, en dat is de dag waarop die naar 21% gaat en we opnieuw het mes zetten in onze uitgaven. Ja, we gaan vooral minder uitgeven aan kleding, elektronica, woonaccessoires en een hapje en een drankje. We gaan de Btw-verhoging voelen. Bij ons in de studio is dan Lianne van der Wijst van Onderzoeksbureau GFK uit Dongen. En met haar praten we over de gevolgen van deze Btw-verhoging. Lianne, welkom. Even voor de duidelijkheid: wat is BTW precies en hoe werkt het? Ja. Nou, BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. Uh, dat is een uh, percentage wat uh, betaald moet worden over een uh, product of dienst wat, uh, wat geleverd wordt uh, door de consument. Uh, uh, dat is 6% voor basisgoederen zoals uh, levensmiddelen. En dat is tot, voor kort, uh, tot in ieder geval tot uh, 1 oktober 19% voor alle andere producten. Ja, dat wordt 21%. Wat is de reden van die verhoging aankomende maanden? Nou, dat is, heeft vooral te maken met het uh, toch spekken van de, de schatkist. Uh, extra inkomsten voor de overheid, winkeliers uh, en uh, andere mensen die producten verkopen aan consumenten... die uh, moeten die uh, btw afdragen aan uh, de overheid. Ja, maar we moeten al zoveel bezuinigen. Wie hebben er last van die verhoging? De consument of ook de winkeliers? Uh, beide. Uh, de consument heeft er last van omdat, na alle waarschijnlijkheid... de prijzen voor de consument zullen verhogen. Um, we hebben onderzoek gedaan onder 8000 consumenten en daaruit is gebleken dat bijna de helft van de consumenten uh, zegt. Minder artikelen te gaan kopen of minder geld te gaan uitgeven. op het moment dat prijzen verhogen. als gevolg van die belastingverhoging. Ja, dat klinkt niet rooskleurig natuurlijk. En de winkeliers? Nou, de winkeliers die zullen dat merken. op het moment dat die consument nog verder de hand op de knip houdt. Uh, en nou goed, de situatie is op dit moment al niet erg rooskleurig. Uh, het consumentenvertrouwen zit op dit moment op een dieptepunt. Uh, nou, dit daar nog bij, uh, dat betekent vooral uh, een effect op het sentiment van de consument. die dus zegt uh, als gevolg daarvan minder te gaan. Uitgeven. Uh, ja, of dat daadwerkelijk gebeurt, dat zal ook blijken na 1 oktober. Is het niet beter om gewoon geld te laten rollen? Krijgen we daarmee die economie niet sneller weer op peil? Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, aanwijzingen dat het goed is om de vraag te stimuleren, om te zorgen dat mensen geld uh, blijven uitgeven. Uh, ik denk dat mensen nog steeds geld uitgeven. Er is uiteindelijk nog steeds een behoefte om uh, spullen te kopen, om diensten af te nemen, uh, om uit te gaan, om geld uit te geven. En uh, we zien ook dat er, uh, uh, er zal zeker een effect zijn op de economische situatie, maar er zijn nog steeds ook winkeliers en bedrijven die wel in staat blijken te zijn om uh, verder te groeien door gewoon heel goed te luisteren naar wat die klant wil en wat die klant uh, belangrijk vindt en daar goed op in te spelen. Dus uh, voor individuele retailers is er absoluut nog mogelijkheid om uh, die klanten te bedienen en te verleiden tot het doen van aankopen, maar het wordt wel steeds moeilijker. Ja, want even naar de primaire behoefte. Het gaat over kleding, het gaat over wonen, het gaat ja. over een hapje en een drankje. Ja. Ja. Er worden weer gepakt. ja, ja. nou ja, dat is wat de consument dus aangeeft. Uh, we hebben gevraagd van waarop verwacht u dan te gaan uh, bezuinigen. en dan blijkt vooral inderdaad, uh, nou, woonaccessoires, uh, kleding, uh, consumentenelektronica, het zijn toch ook vooral de producten waarop het gemakkelijker is om te bezuinigen. Ja. Uh, dagelijkse behoeften zoals levensmiddelen. He, die, 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 die zitten natuurlijk nu niet in de belastingverhoging, mm -hmm. eh, omdat dat tarief dat blijft op 6%. Maar daar eh, zullen mensen dus niet zo snel op gaan bezuinigen. Maar ja, een winterjas eh, die vorig jaar is aangeschaft, ja, die, die kan dan... dit jaar nog prima mee. Dus, eh, ja, dat is... Als we even kijken naar het vertrouwen. Eh, mm -hmm. Consumentenvertrouwen is historisch laag. Ja. Hoe krikken we dat vertrouwen weer op? Ja. Nou, dat, heeft, dat is ook vooral het sentiment eh, bij consumenten. En dat heeft eh, naar alle waarschijnlijkheid ook... Eh, is, is dat een gevolg van wat we ook in de media horen over... Uh, pensioenen, uh, dalende huizenprijzen en ook het perspectief uh, wat naar consumenten toegeboden wordt, dat, er, dat daar ook eigenlijk weinig verbetering in zit. En consumenten worden daardoor ook voorzichtiger naar de toekomst toe. Uh, onzeker heb ik mijn baan dan nog wel, uh, hè? kan ik mijn huis wel verkopen op het moment dat ik dat, uh, dat, dat moet of dat ik dat wil. Uh, en die onzekerheid leidt ertoe dat consumenten nu hun gedrag gaan aanpassen. Ja, en de winkeliers spelen erop in door zogenaamd psychologische of strategische prijzen. Wat eerst 9,90 euro kost, het gaat nu bijvoorbeeld naar 10. 20. Hoe gaan winkeliers daarmee om? Nou, winkeliers uh, die zullen daar op verschillende manieren mee omgaan. Uh, uh, kijk, de marges op heel veel producten zijn al niet groot. Dus uh, de, de winkelier zal uiteindelijk toch moeten gaan kijken waar ga ik die rekening neerleggen. Er zijn winkeliers die zijn al een half jaar geleden begonnen om hun prijzen aan te passen, zodat het voor de consument nu niet direct een enorme prijsverhoging nee. tot gevolg zal hebben. Dus die zijn daar ook al langere tijd mee bezig. En daarnaast zien we ook dat er uh, retailers, grote ketens zijn, uh, die, uh, de, uh, die die extra kosten bij de leveranciers neerleggen. Die zeggen van nou, uh, graag uh, 2% minder in rekening ja. brengen. Want wij, wij zien niet de mogelijkheid om die kosten in rekening te brengen. Maar er zijn ook winkeliers die zeggen: maar wij zijn er nog helemaal niet klaar voor. Dus nee, die klopt. nemen 2% verlies de komende ja, tijd. Ja, nou ja, goed, als dat de situatie is, dan. Kijk, ze moeten natuurlijk toch die afdracht doen van die 2%. En als ze dat niet door kunnen rekenen in een prijs naar de consument, dan, dan, dan betekent dat zeker een, een zwaardere last voor de retailers. Wat zou jouw advies zijn naar winkeliers en consument? Wat zou jij nou willen zeggen? Um, nou mijn advies naar winkeliers is: uh, consumenten blijven uitgeven. Consumenten blijven de behoefte hebben om, om uh, te kopen. Um, uh, het, is belangrijk, het wordt eigenlijk steeds belangrijker om goed te weten wat je klant wil. Ja. Uh, dus het, het spel wordt eigenlijk steeds, uh, uh, ja, moet steeds beter gespeeld worden, ook door winkeliers. En ja, advies aan consumenten: maak gebruik van deze situatie. Uh, hè, weet dat winkeliers uh, uh, het moeilijk hebben. En daar is altijd wel over een prijs te praten. Dus je denk kunt ik. weer gaan onderhandelen. Ja, Dankjewel, dan. Jan. Ja.